Beste collega's, alle veiligheidsregio's bereiden zich, net als wij, voor op de jaarwisseling. Een periode die historisch voor ons als een drukke periode geldt. Een periode waarin we vaker uitrukken voor kleine brandjes en overlast en waarin we vaker op straat zijn. Helaas is het hele jaar door geweld tegen hulpverleners een terugkerend onderwerp. We kennen allemaal de voorbeelden en dat kan ook jullie overkomen. Dreigen, schelden, fysiek geweld. Laat het helder zijn. Geweld tegen hulpverleners in welke vorm dan ook is niet normaal. En we gaan het ook niet normaal vinden. We willen dit jaar landelijk inzetten op het vergroten van de aangiftebereidheid onder brandweercollega's. En hiervoor zijn kaartjes ontwikkeld met tips en trucs. Ook binnen de VRU worden de kaartjes onder brandweercollega's verspreid. Krijg jij tijdens je werk te maken met agressie of geweld, doe dan aangifte. Volg de procedure die daarvoor geldt en is opgenomen in het draaiboek jaarwisseling. Ik hoop dat we begin januari terug kunnen kijken op een rustige jaarwisseling, waarin we de inwoners van onze regio hebben kunnen helpen en veilig ons werk hebben kunnen doen.